Ik ben heel erg benieuwd welke tips ze me kunnen geven om zo'n autoraad te laten groeien tot een groot en bloeiend bedrijf, net als Mas. Ik ben Rutger-Jan Schimmelpennink. Iets meer dan een jaar geleden ben ik voor mezelf begonnen. Zoals jullie hebben kunnen zien heb ik een soort automakelaardij. Dus mensen komen naar mij toe en die zeggen van... Goh Rutger-Jan, ik heb een x-bedrag te besteden. Ik zoek een BMW, hij moet zwart zijn en leer hebben. En voor de rest, succes ermee. Ja. Nou, op dat moment ga ik de ideale auto voor die klant zoeken. Ik ben nu, zoals ik zeg, iets meer dan een jaar bezig. Maar waar ik tegenaan loop is dat ik het vooral van mijn eigen netwerk moet hebben. Ja. Ik krijg heel veel klanten via. En ik voel me op de een of andere manier, dat is echt een valkuil van me, altijd al direct soort van verplicht om korting te geven. Waarom korting? Dan vragen zij zelf naar die korting of... Soms ook wel eens, maar soms denk ik al zelf al van, nou weet je wat, deze persoon ken ik al zo lang. Natuurlijk, als je pas begonnen bent, dan kan je niet concurreren met grote jongetjes zijn. Nee. Dus de prijzen zijn altijd ook wel iets lager, omdat je natuurlijk ook geen overheid kosten en je kosten zijn absoluut. Anders. Dus maar niet iedere keer eventjes zomaar even roepen, ik help wel even of dit of dit en dit. Nee, maar anders kom je ook... niet zo professioneel over als iedereen roept en zegt... Oh, trouwens, ik heb het ook een begin gedaan. Ja. Hoor. Dus het is niet zo dat ik heb ook een begin... toen ik pas begon. Hè, en dan heb ik ook heel vaak mijn flikker gekregen... van mijn collega's die met mij gaan. Dan kwam ik daar en dan zaten mensen tussen aan tafel. Ja, maar we hebben echt alleen maar dit. Hè. Maar het kan ook een truc zijn. Hè. Ja. Zo slim was ik wel. Dus ik gaf altijd geld terug met een aanpassende programma. Het was niet zo dat ik zeg... nou, je komt 5.000 tekort. Ja. Nee, ik ga een programma aanpassen. Dus je werk wordt minder. Je werk wordt minder. Ja. Maar jij geeft korting, terwijl je werk eigenlijk... Hetzelfde blijft. Ik hoor jou ook zeggen van, tenminste dat heb ik teruggelezen, van dat je eigenlijk verder wilt groeien. Ja. Op een gegeven moment moet je gewoon 100% ervoor gaan. Ja. En dan moet je eigenlijk die tijd volledig vrijmaken om die acquisitie te doen. Ja. Om meer te benutten dan alleen je netwerk. Want je netwerk is op een gegeven moment klaar. Klopt, en dan, dat droogt op. Je absoluut. Droogt op, dus je moet het ook vanuit een andere Je moet erin zorgen dat je dus stopt waar je aan het werk bent. En als je dat hebt gedaan en je ziet de groei nog steeds, dan zou je dus echt iemand moeten zoeken die ook van auto houdt, zoals jij ook. Ja. Want als je je handen vrij hebt, dan kan je eigenlijk ook nieuwe klanten zoeken. Ja. Dan kan je ook marketing doen, dan kan je flyer, website, weet ik wel, wat er allemaal aan... Bellen. Bellen, alles. Bellen is ook heel belangrijk. En heb je voornamelijk zakelijke dienstverlening of particulier? Eigenlijk alleen maar particulieren. Okay. Wij als bedrijf zijn op zich ook altijd op zoek naar auto's, dus ik denk dat dat misschien voor de latere fase ook een mogelijkheid zou kunnen zijn om zakelijke dienstverlening op te zoeken. Ja. Ik denk dat andere bedrijven dat ook nodig hebben. Daar zit echt de kans. Ja, absoluut. Leuk. Dat is een hele goede tip. Echt totaal niet aan gedacht. Ja. Wat zou ik morgen gaan doen? Het aanboren van nieuwe markten. En ze gaven me een hele goede tip dat er een hele markt die wellicht helemaal nog onontgonnen is eigenlijk voor bedrijven als de mijne, om die eens te gaan benaderen. Ik geloof wel dat hij wel ver gaat schoppen. Als je iets doet vanuit je passie en je hobby, dan voel je de vermoeidheid niet van ondernemerschap.